Oké, okay, ik wil niet te lang omheen draaien. Maar zoals jullie hebben gemerkt, heb ik de laatste tijd op Delhi een stuk minder geüpload. En dat heeft met een paar redenen te maken. In de eerste instantie had ik het gewoon echt super super druk de laatste dagen. Dus ik had niet echt alle tijd en alle pijlen op Delhi kunnen richten. En ten tweede merk ik gewoon: meerdere kanalen hebben is gewoon best wel veel en intensief. En zeker op dit moment. Kijk, als ik naar vorig jaar kijk op YouTube, zagen jullie waarschijnlijk op Delhi Gamer meer video's komen. En samen tegelijk met Delhi. Dat komt omdat YouTube een stuk makkelijker was. De video's waren makkelijker te maken. Je was een uurtje of anderhalf uurtje bezig. En je kon de video's online zetten eigenlijk. Simpel kan dat nu niet meer en ik denk dat het op zich wel logisch is want de kwaliteit gaat omhoog maar hoe het nieuwe YouTube in elkaar zit ben ik niet helemaal blij mee maar mensen like even deze video en abonneer zeker op dit kanaal met belletje aan want ik denk dat deze woorden wel weer genoeg zeggen de vraag is dan ook ga ik stoppen met YouTube ja of nee nou mijn antwoord uh, ga ik zo meteen even verder toelichten maar ik merk wel dat mijn passie voor Delhi op dit moment een stuk minder is geworden ook omdat ik niet echt meer weet wat wil ik nou uploaden als jullie vorig jaar hebben gekeken merk je dat een paar dingen op Delhi heel erg goed gingen het vooral achter oftewel het vooral dat ik een stel over een creepypasta. En de creepypasta video's. Dat waren twee concepten op Delhi. Die echt gewoon wauw gingen. Geweldig. En dat was tof voor mij. En voor mij ook de motivatie om het kanaal verder voor te zetten. Ik merk wel dat YouTube dit jaar echt een flinke koers heeft gedraaid. En ik merk dat YouTube er een beetje op tegen is tegen al die horror video's. Dat is ook de reden dat ik op Delhi niet echt meer horror video's maak. En wat bedoel ik ermee? Ik merk dat YouTube het liever niet meer wilt. Horror video's. Ja, je kunt het doen. Maar als je het doet, word je wel geschaduwd. Dat is de tijd waar mijn YouTube nu eigenlijk ook in zit. Dus ja, voor mij is eigenlijk aan jullie de vraag: wat willen jullie eigenlijk nog graag zien buiten horror -video's? om. Vinden jullie horror nou juist wel leuk op Delhi of eigenlijk niet? Ik vraag het me een beetje af. Ik kan een paar dingen doen op Delhi en die keuze ga ik nu vrijgeven. Of ik ga wel door met horror video's, of ik ga Brassa video's maken, of ik ga real life video's maken. En natuurlijk, eh, het belangrijkste is wat wil ik, maar ik ben ook wel voorbereid om ook dingen voor jullie in te leveren, om ook leuke video's daarin te maken, want ik merk zelf dat ik horror, ja, het is voor mij ook een beetje aan het vervelen. Ook omdat ik het dan zo vaak heb gedaan, zo vaak dezelfde soort horror noem maar op. Betekent het dat ik ga stoppen met horror video's? Nee. Maar als ik het dan doe, wil ik het liever beter maken. Leuk Horrorvideo's maken. Gewoon echt dat het meer intensief is. En Delhi Gaming, ik merk dat ik daar die Switch heb gemaakt. En op Delhi is het wel een succes geworden, op Delhi Gaming. Alleen op Delhi, ik merk dat het daar een beetje achter loopt. Oftewel, het succes die ik op Delhi Gaming boek met andere videos dan horror, is niet op Delhi terug te zien. Sterker nog, ik word daar keihard voor gestraft, merk ik nu. Dus daarom dat ik vraag, wat wil je graag zien? Brawl Stars of ja, vertel eens. Dit wil ik er even in ieder geval uitgooien. Korte update video, mensen. Ik wil jou bedanken voor het kijken naar deze video. Like even deze video. Abonneer je op het kanaalbeltje aan. Oh ja, ga ik stoppen met dit kanaal? Nee. Maar ik wil wat de koers gaan veranderen. En ik denk dat Delhi. Met horror video's toch gaat minderen. Of misschien zelfs wel gaat stoppen. Ik denk eerder minderen. Maar laat even weten wat jullie graag willen zien. Dan zie ik jou weer terug bij een nieuwe video. Adios.